Hey, welkom en leuk dat je hebt gekozen voor de sessie in vier stappen: Je internationale ambities verwezenlijken met AFAS. Mijn naam is Dinah Pas en in deze sessie neem ik je mee hoe je je internationale ambities kunt verwezenlijken met AFAS. Maar voordat we de inhoud ingaan, even kort de agenda voor deze sessie. Uh, uh, we beginnen even kort met voorstellen, uh, waarna we gaan kijken naar uh, hoe internationale HR er op dit moment bij veel bedrijven in Nederland uitziet en mogelijk ook bij jullie. Daarna kijken we naar de oplossing die we hebben ontwikkeld voor de proble problemen die zich hierbij voordoen. En tenslotte gaan we even kort kijken hoe dat er dan in de praktijk uit kan zien door middel van een korte demo. Nou, zoals ik zei, ik ben Dina Pas. Ik ben accountmanager bij Salure. Hier staan mijn contactgegevens. Dus mocht je uh, contact met me willen opnemen... om wat voor reden dan ook... Uh, ik sta altijd open voor een leuk en inspirerend gesprek. Uh, nog even iets over mezelf. Ik heb een achtergrond in de account. Zie. Dat werden me op een gegeven moment heel veel cijfers... in al die jaarrekeningen En ging me wat te weinig om, uh, om echt om de klant. Dus ik heb dat nu omgedraaid. En ik ben nu vooral bezig met wat onze klanten bezig houdt... om hen te adviseren. Uh, normaal veel onderweg en nu veel online. Uh, en de cijfertjes zijn daarbij ietsjes minder belangrijk dus veel meer een plek voor mij uh, dan het bedrijf waar ik werk uh, bij Celure in het mooie Gouda. Je ziet hier ontspand uh, op de achtergrond staan. Wij hebben inmiddels zo'n uh, 12 jaar ervaring en zijn ook al die tijd al afas partner. En we werken met bijna 80 experts voor ruim 400 klanten. En dat doen we vanuit verschillende divisies binnen ons bedrijf. Uh, allereerst de salarisadministrateurs, de vakinhoudelijke mensen die elke maand voor honderden bedrijven in Nederland de salarisadministratie verzorgen. En dat zijn bedrijven in uh, zowel de zakelijke als de non-profit markt. Uh, van MKB tot grootzakelijk in eigenlijk alle branches. En uh, uh, die verlonen maandelijks voor duizenden Nederlandse medewerkers uh, de salarisadministratie. Daarnaast hebben we een aardig bataljon aan consultants om ons heen verzameld, inmiddels. die elke dag bezig zijn om de avondsomgevingen van onze klanten te implementeren en eh, te optimaliseren. Dit doen ze voor de Nederlandse HR- en salarisadministratie. maar ook in toenemende mate voor internationale bedrijven. die ook internationale eh, of buitenlanden willen toevoegen aan hun internationale omgeving. Ten slotte hebben we een aardige afdeling met developers. die elke dag schrijven aan ons prachtige softwareproduct Salure Connect. En dat product is ook de, de tool die deze oplossing die we vandaag presenteren mogelijk maakt. En heeft alles te maken met data, datastromen en datavisualisatie. En dan gaan we even kijken naar hoe internationale HR er nou op dit moment uitziet, bij veel netbedrijven in Nederland. En dat heb ik samengevat in een aantal termen die je hier ook ziet staan. Dat is niet gecentraliseerd, er is geen integratie en er is geen overzicht. En wat betekent dat dan in de praktijk? Dat betekent dat veel bedrijven vaak wel een beleidsmatige aansturing hebben als het gaat om HR naar de verschillende buitenlanden, maar er in de uitvoering weinig samenwerking is. In Nederland wordt gewerkt met afas voor uh, HRM en payroll, en in de buitenlanden is allemaal een eigen payroll provider, waar mutaties vaak per mail of via invulformulieren worden aangeleverd, die vervolgens weer door het administratiekantoor worden overgeklopt in een boekhoud- of in een, een administratiesysteem, waar vervolgens de salarisadministratie wordt gedraaid. Er is dus geen uh, uh, integratie tussen de verschillende systemen, maar ook geen integratie tussen valuta. Als je dus werkt in bijvoorbeeld Engeland uh, en een omrekening moet doen vanuit Britse ponden, dan moet je maar hopen dat je daarvoor de juiste, uh, omreken of de juiste wisselkoers gebruikt. Uh, en tenslotte is er geen overzicht. Er wordt natuurlijk wel gerapporteerd, maar de informatie voor deze rapportages wordt vaak opgehaald door het heen en weer mailen van Excel-sheets, die vervolgens na invullen worden samengevat in een master-Excel-sheet, die vervolgens in een rapportage belandt. En op het moment van rapporteren is die informatie eigenlijk al niet meer actueel, om nog maar te zwijgen over real-time inzicht in je HRM-data. En je kunt je voorstellen dat deze problemen een aantal complicaties hebben, waardoor internationaal HR duur is, inefficiënt, foutgevoelig en uh, niet compliant. En deze bedrijven werken dus eigenlijk in twee parallele werkelijkheden, waarbij aan de ene kant de situatie geldt zoals ik die net heb geschetst, en aan de andere kant de uh, perfecte omgeving waarin AFAS uh, uh, goed is ingericht, de. HR-processen zoveel mogelijk digitaal verlopen, zijn geautomatiseerd en uh, arbeidscontracten automatisch worden opgesteld, digitaal worden ondertekend, alle mutaties door workflows lopen, je kent het wel. Dit soort processen, dit soort uh, uh, workflows wil je natuurlijk ook de grens overhelpen, waar die nu vooral stoppen. En dat is. Um, de oplossing, uh, een van de oplossingen die wij bieden. Hoe ziet die oplossing er dan uit? Je ziet het hier staan, die bestaat uit vier stappen. Allereerst gaan we je AVOS-omgeving verrijken, gaan we koppelen met de lokale payroll provider gaan we vertalen en tenslotte bieden we je inzicht in je data. Ik ga deze stappen even kort één voor één langslopen. We beginnen met het verrijken van je afas -omgeving. En dat doen we door middel van ons softwareproduct Salure Connect... en het toevoegen van landspecifieke templates. Wat houdt dat in de praktijk in? We zorgen ervoor dat de processen zoals ik die aan het begin schets... dus het onboarding, offboarding, digitaal ondertekenen... het aanvragen van verlof, het ziekmelden, het invoeren van declaraties... de processen die je nu waarschijnlijk al hebt geautomatiseerd... maar stoppen bij de grens, dat die de grens over worden geholpen... en voldoen aan de daar geldende wet- en regelgeving. Uh, zodat je die processen in alle landen door heel Europa en zelfs uh, de oceanen over kunt gebruiken. Maar belangrijk daarbij is dat je ook de data kunt vastleggen die in die landen van belang is. Nou, de Nederlandse gegevens kennen we allemaal wel, maar als we bijvoorbeeld kijken naar een land als Duitsland, hebben we de Kirchensteuer, de zogenaamde kerkbelasting. Hiervoor is het wel van belang dat je vastlegt of een werknemer gelovig is en zo ja, welk geloof deze dan aanhangt. Ik denk dat dat iets is wat we in Nederland niet eens willen of mogen vastleggen, maar voor Duitse pedo is dat zeker belangrijk. Daarnaast moet je bijvoorbeeld in Duitsland vastleggen in welke stoerklasse je medewerker wordt ingedeeld en wat zijn stoeridentificatienummer is. Als we bijvoorbeeld kijken naar een land als Frankrijk, moeten medewerkers medisch gekeurd worden voordat ze aan de slag gaan om te kijken of ze in staat zijn om de werkzaamheden uit te voeren. En ook dit soort zaken moet je vast kunnen leggen in je avondsomgeving. Kortom, we zorgen ervoor dat jouw Nederlandse avondsomgeving eh, zo wordt klaargemaakt dat je deze over al je landen kunt inzetten en alle functionaliteiten daar kunt gebruiken. Komen we bij het volgende onderdeel van onze uh, uh, oplossing, en dat is eigenlijk de koppeling met de lokale payroll provider. Je ziet hem hier in beeld. We beginnen links bij de centrale invoer. Dat is eigenlijk, zoals ik het net heb geschetst, de centrale uh, afasomgeving die je voor al je landen gebruikt, waar al je medewerkers, al je managers over alle landen in werken. Dit is de centrale bron van input en dus ook de uh, de waarheid om het zo te zeggen, waar al jouw data in staat. Vervolgens gaan wij met deze data aan de slag. We scannen door middel van Celura Connect je AVAS-omgeving om te kijken welke data relevant is voor bijvoorbeeld de Duitse payroll. Deze data halen we uit jouw AVAS-omgeving, gaan we transformeren naar een formaat waar de uh, Duitse payroll-provider iets mee kan, waar die, uh, wat hij kan lezen. Dit sturen we vervolgens heel gericht naar het systeem van jouw Duitse payroll-provider, zodat dat niet meer uh, overgetypt hoeft te worden, maar gelijk op de juiste plek wordt ingeschoten. Vervolgens kan je Duitse PR-provider aan de slag met de aangeleverde data en kan de Duitse verloning gaan draaien. Dit zal uh, gebeuren op de wijze zoals je dat nu al kent um, uh, en uh, daarmee zal hij de gebruikelijke output genereren zoals bijvoorbeeld het, uh, uh, het betaalbestand, de loonjournaalpost, um, uh, het standenregister en de loonstroken. Deze data halen we ook weer op. Waarmee het dus niet een zogenaamde fire and forget uh, methode is geworden, waarbij we met een kanon de data naar Duitsland sturen en maar hopen dat die op de juiste plek belandt. Maar we schieten heel gericht de data naar de juiste plek en halen vervolgens ook de output weer op om die te controleren met de input. Om bijvoorbeeld te kijken of de sales bonus die jij hebt toegekend aan een medewerker van 200 euro niet onderweg 300 euro is geworden, omdat de lokale manager even heeft gebeld van joh, die bonus moet omhoog. En met de Duitse groenlichheid zal dat vast niet gebeuren in een land als Duitsland. Maar je kunt je goed voorstellen dat er wel landen zijn waar dit wel belangrijk is. We maken verder niet alleen een vergelijking van de input ten opzichte van de output, maar we vergelijken ook dezelfde, de periode met een andere periode en met uh, dezelfde soort medewerkers in andere landen. Belangrijk om te weten is dat we voor deze verwerking bij lokale payrollproviders providers uh, niet werken met één groot salurennetwerk. waar je met je heel je hebben en houden naar over moet en alle landen dus uh, die data moet converteren. Maar we sluiten aan bij jouw lokale payrollprovider. provider En mocht je nou zeggen, ik zit in 10 landen en in 5 daarvan ben ik super tevreden over de dienstverlening. dan sluiten we in die 5 landen aan bij de payrollproviders providers waar je op dat moment zit. En als je zegt van in de andere 5 landen ben ik niet zo tevreden en zoek ik een betere partij, dan hebben we in. Ontzettend veel landen inmiddels een, een netwerk van partners om ons heen uh, gevonden. die kwalitatief goede dienstverlening uh, leveren. en kunnen we je altijd een partij aanbevelen. Um, met de controles, zoals ik die net aangaf, komen we in de uh, oranje cirkel links onderin dit uh, diagram. bij de control en compliance. Uh, uh, en de data die we dus. Uh, die door het systeem heen uh, stroomt. geven we weer in overzichtelijke dashboards. Uh, die je eenvoudig kunt raadplegen in jouw insight. Daar zal ik zo even verder op ingaan. Ik hoor je vragen, wie gebruikt dit dan allemaal al? Nou, dat zijn er te veel om in deze sessie op te noemen. Maar een van de klanten die dit gebruikt is Swapfiets. En Swapfiets is een bedrijf. Als je in de grote steden in Nederland komt, dan zou je vast wel eens bijna zijn gestruikeld over de blauwe voorbanden. Maar ze leasen fietsen aan mensen die die vaak gebruiken en niet zelf willen onderhouden. En ze werken voor de distributie hiervan veel met studenten. En zoals je begrijpt, is daar een hoog verlopen, omdat studenten zo een nieuwe bijbaan hebben gevonden. En om dit hoofdverloop uh, goed te kunnen administreren, was het voor Swapfiets van belang dat er stevige en solide HR-processen stonden voor indienst, doorstroom en uitstroom. Deze processen hebben we samen met Swapfiets vormgegeven en neergezet, en daarna uitgerold door de diverse landen. We zijn begonnen met Duitsland, Engeland, Denemarken, maar daarna ook Frankrijk, Italië, Spanje, eh, Portugal en ga zo maar door. Dan komen we bij het volgende onderdeel van deze oplossing, en dat is de translate het vertalen van je uh, omgeving. En om bij het voorbeeld van Swapfiets te, te blijven, zul je begrijpen dat um, uh, de, het management van de Franse onderneming zal prima Engels spreken. En de laag daaronder, de studenten die de fietsen rondbrengen, die beheersen waarschijnlijk ook prima de Engelse taal. Maar als we kijken in de laag daaronder, naar bijvoorbeeld de fietsenmakers die de fietsen repareren, uh, zullen dat mensen zijn die misschien niet zo goed Engels spreken. Maar ook deze mensen moeten natuurlijk toegang hebben tot de omgeving om verlof aan te vragen, declaraties in te dienen als dat van toepassing is, en dat soort zaken. En daarom hebben we nieuwe functionaliteit ontwikkeld die het mogelijk maakt om je site in elke gewenste taal weer te geven. Je ziet het ook op deze sheet staan. Um, of het nou uh, Duits, Frans, Engels, Arabisch, Chinees is, elke taal is mogelijk. En zoals je ziet kun je die taalpakketten zelf beheren. Je kunt talen toevoegen, je kunt vertalingen wijzigen of bepaalde woorden die specifiek voor jou van de toepassing zijn toevoegen. Kortom, hiermee maak je dus een portal die voor elke medewerker in zijn eigen taal beschikbaar is, zodat je met alle medewerkers, alle managers, door heel jouw organisatie kunt werken in dezelfde AFAS-omgeving. En dan komen we eigenlijk bij de vierde stap van deze oplossing en misschien wel de meest interessante, en dat is inzicht in al je HRM- en payroll-data op één centrale plek. Dat doen we door onze clicks-dashboards die dezelfde look en feel hebben zoals je die gewend bent van AFAS. Ze zijn dus eenvoudig in gebruik en single sign-on in te sluiten op AFAS Insight. Als gebruiker heb je dus niet eens door dat de dashboards um, uit een andere tool komen, uh, maar is het één ervaring zonder dat je hoeft te switchen tussen verschillende systemen. Zoals je ziet hebben we dit overzichtelijk weergegeven. Het is leuk om daar even op in te zoomen. Ik zal even switchen naar mijn demo omgeving, waar je ziet dat deze dashboards uh, uh, single sign-on uh, zitten ingesloten in AFAS en je dus die eenvoudig kunt raadplegen door Salure Connect en dan te klikken op Harem Internationaal. Voor deze demo open ik even een nieuw tabblad, zodat je hem in een volledig scherm kunt zien en kunnen we er even kort doorheen lopen. Links bovenaan zie je de uh, headcount today, die geldt voor deze organisatie ten opzichte van het FTE wat daarbij hoort. Daaronder zie je het moving sick leave, dus het ziekteverzuimpercentage vanaf het begin van het jaar tot aan deze datum. Ten opzichte van dat in dezelfde periode vorig jaar. Uh, alhoewel corona uh, al aardig terug is gelopen, zie je toch dat de delta-variant bij ons flink heeft toegeslagen. Omdat het ziekteverzuimpercentage nog hoger is dan dat van vorig jaar. Daaronder zie je de aflopende contracten. Dat, is, uh, dat zijn er bij ons elf in deze omgeving. En daarnaast zie je gelijk een weergave van welke uh, medewerkers dat dan zijn, en kun je daar gelijk actie op ondernemen. Al deze weergaves en deze metingen zijn volledig aanpasbaar naar de situatie zoals jij dat wilt. Als we dit bij jou gaan implementeren, Komt een van onze data consultants bij je aan tafel zitten om te kijken welke inzichten voor jou belangrijk zijn en hoe je die weergegeven wilt hebben. Mocht je bijvoorbeeld uh, de aflopende contracten willen zien, niet voor de komende drie maanden, voor de komende zes maanden, is dat geen probleem en kunnen we dat eenvoudig weergeven in deze dashboards. Naast de weergave van de aflopende contracten zien we de werkgeverskosten. Doordat AFAS in Nederland de unieke integratie heeft tussen HRM en Perel. En we die door middel van de koppeling met de lokale payrollproviders providers ook uh, realiseren naar de buitenlanden. Hebben we alle HRM- en payrolldata data in één systeem en kunnen we dus heel eenvoudig de werkgeverskosten weergeven. Op alle verschillende dimensies. Je ziet ze hier per jaar en je kunt zien dat we uh, uh, mijn loonkosten uh, alleen maar afnemen. Daarnaast zie je nog een employee-account. En hierboven zie je twee mooie weergaves waarbij deze het FTE per country laat zien. En het mooie aan deze dashboards is dat je heel eenvoudig kunt doorklikken uh, op de verschillende dimensies. En als we hier bijvoorbeeld klikken op een land als Duitsland, dan zie je alle getallen in, de, in, de, in het dashboard aanpassen. Uh, en zie je de data die voor Duitsland van toepassing is. Het mooie hiervan is dat je deze functionaliteit ook kunt gebruiken voor autorisatie. Je kunt bijvoorbeeld autoriseren dat jouw Duitse, de, de manager van jouw Duitse vestigingen alleen deze data ziet. De data die van toepassing is voor zijn organisatie. Uiteraard kun je deze autorisatie ook instellen op afdeling, vestiging eh, en, noem, en zo maar op. Als we verder gaan, zien we hier nog het aantal contracttypes. Dus ik zie dat ik voor het grootste deel onbepaalde tijdscontracten heb, een flink aantal jaarcontracten en nog wat specifieke contracten. Als we even verder inzoomen op deze dashboard, dan kunnen we eenvoudig doorklikken op bijvoorbeeld het ziektepercentage en openen we de sheet eh, met de eh, details daarover. Zien we nog een keer het ziekteverzuimpercentage in beeld. En hier in één oogopslag het ziekteverzuim door de tijd heen. Uh, dit is afgesplitst, uh, waarin er een splitsing is gemaakt tussen zwangerschapsgerelateerd en niet zwangerschapsgerelateerd. En ook deze metingen van bijvoorbeeld ziekteverzuim kun je weer zelf aanpassen volgens een berekening die jij daar fijn voor vindt. Hieronder zien we nog de kosten van het ziekteverzuim. Dat is weer een cijfer wat we kunnen laten zien door die mooie integratie tussen HRM en payroll, waarbij je ziet dat ondanks mijn werk, afnemende werkgeverskosten door de jaren mijn kosten voor verzuim flink zijn toegenomen. Wanneer je hierop klikt, zie je ook weer die getallen aanpassen. Uh, en uh, uh, kun je eenvoudig zien wie hier dan uh, uh, de oorzaak van zijn, om het zo te zeggen. Daarnaast zie je nog een weergave van ziekteverzuim per dimensie... die in deze uh, standaard template op man-vrouw staat... waarbij je ziet dat de vrouwen meer ziek zijn in onze demo omgeving dan de mannen. Maar je kunt dit ook heel eenvoudig aanpassen en op andere dimensies bekijken. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de organisatorische eenheid... kun je hier uh, uh, het ziekteverzuim per OE zien... of eenvoudig switchen naar bijvoorbeeld age distribution... En zie je dat in deze demo-omgeving de mensen tussen de 25 en de 34 jaar het meeste ziek zijn. Als we vervolgens doorklikken naar de verschillende sheets die in, uh, in deze dashboards uh, uh, zitten, is het leuk om nog even de sheet contractdetails te laten zien. Hierin zie je in één oogopslag de details van alle contracten die je hebt op dit moment binnen je organisatie. Nog een keer het aantal aflopende contracten, met wie dat dan zijn. En alle medewerkers die je in dienst hebt. En de uh, verschillende uh, details, bijvoorbeeld... mijn uh, fulltime parttime verhouding met FTE per functie, waar je ook weer op kan doorklikken. Dus als ik doorklik op bijvoorbeeld uh, developer of manager, dan zie ik in één oogopslag dat, ik, uh, een, een dat er van 19% of 19 mensen fulltime werken en er maar eentje in de managementfunctie parttime werkt. Ook zie je het aantal contracten per functie, uh, wat voor soort contracten dat zijn en hoeveel uur deze mensen werken. Een mooi sheet om ook nog eens even te laten zien is de uh, Dat zijn de employer costs. En deze sheet ziet er een stuk minder fancy uit dan die andere sheets, maar is wel een hele belangrijke, omdat je hier in één oogopslag ziet wat mijn werkgeverskosten zijn over een bepaalde periode. Je kunt hier eenvoudig doorklikken op bijvoorbeeld het jaar 2020, en je ziet hier door de maanden heen wat dan mijn uh, werkgeverskosten zijn. Omdat die data zo goed is geïntegreerd en die dashboards mooi doorklikbaar zijn, kun je in één keer um, uh, doorscrollen door een lijst met medewerkers en zie je gelijk welke medewerkers uh, dan uh, welke werkgeverskosten hebben ook kun je hier mooi doorklikken als je bijvoorbeeld uh, een filter zet op de afdeling development um, uh, zie je in één keer wat dan mijn werkgeverskosten zijn voor die uh, afdeling en zie je hier dat ik uh, op die organisatorische eenheid in 2020 maar één medewerker had staan met een salaris van 77.000 euro zetten we die filters weer even uit en zien we uh, de rest van het dashboard en dan is er nog een sheet die ook mooi is om te laten zien en dat is de personal information en in deze sheet geven we weer wat een samenvatting is van je personeelsbestand op dit moment, waarbij je de headcount versus FTE eenvoudig kan zien. En je ziet dat dat in deze omgeving een beetje uitgelopen is, dat er uh, steeds meer mensen bij komen en dat FTE de verhouding uit de uh, verhouding loopt. De uh, uh, headcount en FTE per organisatorische eenheid en bijvoorbeeld met gender gap. Dus je kunt hier ook eenvoudig weer een filter toevoegen op bijvoorbeeld uh, organisatorische eenheid of functie om te kijken wat mijn man-vrouw verhouding is op een in een land, op een afdeling of bijvoorbeeld op managementniveau. Ook zie je hier vervolgens weer mijn, uh, een aantal uh, headcount en FTE per functie, welke medewerkers in dienst heb en wat de leeftijd is. Ik zie hier dat tussen de 35 en de 44 jaar, daar zitten de meeste van mijn medewerkers. Switchen we even terug naar mijn, uh, mijn PowerPoint uh, en heb ik je even goed laten zien uh, wat nou de mogelijkheden zijn van die dashboards. Ik laat je natuurlijk graag nog veel meer hiervan zien. Dus mocht je nou zeggen: Dit is uh, iets wat we willen hebben, uh, neem dan vooral even contact met ons op. Je ziet hier onze contactgegevens staan. Bel of mail me gerust en dan laat ik je graag in de persoonlijke demo uh, nog veel meer details zien. Um, of ga even naar www.salure.nl/slash internationaal. En dan wens ik je nog een hele fijne dag op het Succesfestival.